Focus op de stand van zaken. Minister Kenneth Amoksi gaat in op situatie rondom protestacties. Ja, op deze vraag hoe ik als minister omgaan met eventueel het continueren van de straatacties. Laat me aangeven dat het korps er is voor de samenleving. Het korps is er voor de Surinaamse samenleving. En het is de verplichting. Elk lid van het korps voor Suriname heeft op zich een taak genomen, toch een eed afgelegd, om deze gemeenschap te dienen. Toch? En ik ga ervan uit dat die commitment er nog is en dat het blijft. Ik ben zelf ook politieman geweest. Meer dan 20 jaar heb ik het Korps Politie Suriname gediend. In alle rangen. Ik heb het korps mogen verlaten als hoofdinspecteur van politie. Ik ben resortcommandant geweest. Toch? En ik weet wat er lief binnen het korps. Ik zelf als ex-korpslid kan niet toestaan dat dit korps, weet je, naar beneden wordt getrokken. Ik kan niet toestaan, ik kan het niet aanzien dat vandaag de dag politieofficieren, weet je, de lied nemen om protesten te organiseren in dit land. Toch? En ik roep elk korpslid op, toch, om de belangen van dit korps te verdedigen. Om, weet je, de gemeenschap die recht heeft op bescherming en veiligheid, op orde, om de Surinaamse gemeenschap te dienen. En ik weet en ik geloof dat ze professioneel genoeg zijn om die garantie te bieden aan de Surinaamse samenleving, dat ze er zijn om Suriname te beschermen. Focus op de stand van zaken.